Oh nee! Meen je dit? Heb je nu nog een Pokémon verloren? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Avatarlog, de Pokémon X Avatarlog met Sander van Gaming SB. En hij heeft wat voorbereid voor jullie. Daar is hij dan, Sander met zijn voorbereidende grap. Ik denk dat dit zo'n klaveren 3 is. Denk ik hoor. Ik pak hem blind. En ik denk, klaveren 3. Laat weten in de comments of ik het goed had. Had ik het goed, verdien ik natuurlijk zo'n suppie op twitch.tv. Nee. Goed. Maar ik denk wel dat het zo'n klaveren 3 was. Was het een Jesse klaveren 3? Mogelijk. Nou, misschien denken ze dat ik niet... Dat ik niet geschud heb. Dus ik doe hem eventjes opnieuw. Kijk, hè. Kijk, ik ga schudden. Kijk. Er is toch dingen over mensen die doodgaan en super oud zijn. Dus dat boeit allemaal niet. En oorlogen. Zo. Kijk. Nou, deze heb ik gezien. Dus die doe ik niet mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I guess. En ik denk dat dit een klaveren aas, denk ik. Had ik het goed? Ik weet het niet. Zie ik pas straks in de opname. Goed. Laten we beginnen met Pokémonsters. Bruh, ik kan niet beginnen met Pokémonsters. Ben jij niet naar die coole lore aan het kijken? The man built a machine to give it life. Wat? Ik snap het niks van. Goh. Hoe zou dat nou? Oh, de Pokémon is terug. De Pokémon die de oorlog heeft gewonnen of zo, denk ik. Zoiets. Ik moet tegen Mianchao. Commander Shao, Mianchao. Is Rage. Oh, de man is Rage. Volgens mij is hij... Ze hebben het over mij? Sander The man Salt. Is raging. Ze hebben het over mij? Het zou kunnen kloppen, ja. Oh, hij kon de wereld niet vergeven. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Oh nee. Boom. Hoe nee toch, mijn jong? Zieke boom, bam. Beam. Holy damn. Hoe is Space? Oh ja, dat is die Delta episode, toch? Nee, dat is een andere game. I know. Became bringer of destruction that ended the war. Oh. Die Gerard was een spittig dood. Sander, je bent level 20. Level 20? Ja, Snorlax is level 20. Oh ja. Van alle Pokémon dacht je, ja, ik noem de dikste Pokémon die ik heb. Vernoem ik naar de dunste persoon die ik ken. Ja, nee, oké. Okay. Ik weet ook niet hoe dat komt. Oeh, Abomasnow. Rhyhorn. Die zijn dood. Oké, en nu zijn we ineens weer terug naar AZ en niet het zo van... Ik heb de mooiste naam van het land, maar laat ik vooral achter tralies gaan staan. De mooiste naam van het land zijn letterlijk 2 letters. Dat klopt. Dan is het nog beter. Hé, hey, doe eens normaal tegen AZ. Bruh. Dat is de mooiste naam van alle... Wat moet ik nou doen dan? Van alle... Je hebt de keyback. Ja, je hebt de keyback. Oké, waar is die Lysander, man? Maar jij vindt gewoon de eerste en de laatste letter van het alfabet pakken vind je een goede naam. Maar Sander, dat is de naam van mijn favoriete voetbalteam. Vind je het gek dat ik die naam cool vind? Dat is toch niet te geloven.
Dat weet ik niet of dat geloof is. Oh, jij zeurde trouwens net over Lysander dat hij zijn Murkrow niet heeft geëvalueerd, hè? Nee, oh, als hij hem nu evalueert, hè, dan ja. Wil ik daar ook wat credits voor, Lysander. Ja, doe nou maar. Het boeit me niet, Lysander. Ik weet dat je de wereld gaat verneuken. Maar alles veranderde. Oh, een krale kopman wil vechten. O jee. Circo Zorzix. Oké. Ja, zo zou je hem kunnen noemen. Dat deed ik ook. Misschien dat je het niet hoort. Maar... Bij die bitch ging dinges net dood. Hoe heet die bitch? Starivia! Ja, Starivia! Oh, is Bug super effective op... Oh ja, Dark ops. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou. Ja, eigenlijk moeten wij ook wel een serie doen met de Diamond and Pearl remakes. Je kan gewoon een Je kan gewoon een extra accountje maken op je Switch en dan kan je gewoon een nieuwe save-file starten. Hoe zit dat eigenlijk als je die... Ik weet nu niet meer wat er uitkomt, maar dat boeit eventjes niet. Hoe zit het eigenlijk als je die expansions wil spelen van Sword and Shield? Wat is daarmee? Moet je, als je een nieuw account hebt, dan kan dat toch niet? Want je jawel, dat kan wel. Op de... Oh. Ja, dat kan wel. Oh, ik denk je koopt hem... Op naam van... Als je in de Nintendo eStore inlogt... Dan koop je hem met de naam log je in, zeg maar. Van je... Ja, ja. Dus ik denk, oh, dat kan vast niet, maar... Ja, ik weet niet. Ik dacht dat het wel kon, maar... Ik heb het ook nog niet geprobeerd. Want, ja... Ik heb nog twee games die ik nogal wil spelen op zich. Oh! Mm-hmm. Oeh... Deze Malamar, was dat degene waar je dood aan ging? Ja, of ging je ook echt aan die Crobat dood? Nee, aan de Malamar. Ik vind deze Malamar gevaarlijker. Maar het is vooral dat hij superpower heeft, man. Mm-hmm. Die superpower killde mijn Staraptor ook. Ja. Omdat hij eerst omdat mijn defense werd gelowerd. Ja, het kutte is... Als ik nu heal, zijn attack is omhoog. Ja, ik moet het erop gokken, denk ik. Ja, nou, dat deed ik dus ook. Gokken tegen hem en toen ging mijn Staraptor dood. Ik weet dus niet dat ik eerst was. Maar als ik nu... Even denken, als ik nu heal, dan zijn attack gaat omhoog. Dus hij doet steeds meer damage. Ik zit nu op 35. Waarschijnlijk heeft Superpower 5. En hij heeft al... Dit was de tweede keer. Dus ik kan het wel stalen op zich. Maar... Ja, dat zijn keuzes. Vooral dat die bult, zeg maar. Dat zijn attack omhoog gaat. Mm-hmm. Dat is eventjes waar ik mee zit. Anders dan had ik het nu gewoon gestald. En dan was het no problemo. Maar ja. Maar dat kan niet. 27. Oh, kut dit. Oké, ik ga eerst kijken of die een beetje normale speed heeft. Summary. 107, dat is... Is dat hoog? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar nooit zoveel verstand van. Ik wil niet een Pokémon verliezen. Ik moet iemand hebben met een hoge defense. Oh, Tyrantrum heeft ook de hoogste defense. Ja, dan durf ik niet. Spannend. Ook naar King Alert. Shit, man. Yo, ik ga het toch doen. Want ik ben liever King Alert kwijt, omdat ik ook nog eens Crafty heb. En die is dezelfde typing. Ik snap het. Dus ja. Oh, Payback! Oh, thank god. Alles overleefd.
Nou, ik moet... Ja, ik ben eerst. Mellemars neer. Huts. Zonder devs. Huts. Ik ben een Pokémon Master, waar ik wel eens van heb gehoord, toevallig. Nu ga je te ver. Xerxer Gorgon X is verslagen. Red and blue button. Oké, ja, nee, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Hoe is de red? Ik heb geen idee. Oh, nu heb ik een wapen aangezet. Fuck, man. Ik had de blauwe moeten doen. Ik had de blauwe gedaan, toen ging het wapen ook aan. Wat een onzin. Oeh. Oeh. Boom! Het wapen om het leven te vernietigen. En dan komt het leven aan. Letterlijk de Pokémon van het leven. Ja. Of is dat nog niet? Oh nee! Meen je dit? Heb je nu nog een Pokémon verloren? Ja. En die was welke nu weer? Ja, dat was ook nog eens fucking belangrijk voor de... Voor de... Ice Gym. Welke? Delphox. Dat is de enige fire type die jij kan krijgen of niet? Nee, ik heb Charmander nog. Oh, ja, dan moet je die even trainen. Ja, dat wordt wel mijn vierde fly Pokémon volgens mij. Oh ja, tuurlijk. Dat is wel ongunstig. Ja, maar boy, ik wou helemaal niet de wapen aanzetten. Science! Nou, leuk dat je science zo leuk vindt, maar het is eigenlijk niet bedoeld om mensen mee te kapot te maken. Niet? Nou, dat dacht ik. Nee, volgens mij niet. Moet ik nu, kan ik nu AZ bevrijden? Of, Nee. Je moet... AX? Nee, je moet de Geosense staan. Geosense staan. Helemaal links. Dan gaan we dat doen. Weg hier. Uit dit helhol. Van een Lumio City. Oh, waarom is alles ineens rood? Oh, dat komt natuurlijk omdat het Dawn is. Dawn ziet de Pokémon Diamond and Pearl. Oh. Niet het personage, zei ik al. En dan gaat hij zo doen, hoor. Tjoh, ik moet eventjes... Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, kapot. Ja, dat merk ik. Services? South Poke Center, ja boeien. Ik wil gewoon naar een Pokémon Center. Laat me naar een Pokémon Center gaan of anders vermoord ik je kinderen. Wow. Het wordt steeds erger. Ja, je moet toch een beetje leverage hebben, hè? Muffin the case. Ik heb die masterbal nog, hè. Die kan ik mooi gebruiken op die Cernias. Ah, leuk. Wat is het? Fairy en... Fairy. Fairy en? Fairy. Hij is alleen fairy. Wat? Oh, ik moet eerst nog tegen een legerteam Flare? Wauw. Leuk. Wat? Moet ik tegen 5 team Flares? Oh nee, tegen 4. Dan maakt het That's niet beter. That's life. Man. That's life. Oh, ik heb hier toch allemaal geen zin in, jongens. Moet ik dat straks ook allemaal? Yep. U-turn. Ik heb daar dus ook eigenlijk geen zin in. Wauw, dan gaat hij gewoon op 1 HP blijft hij leven. Wat een bullshit. Hey, zolang je maar niet doodgaat, is het
goed, toch? Als jij het zegt. Nee, ik ga gewoon even niet dood, gast. Kom op, zeg. Doe nou niet zo. Ik kom je inhalen, Sander. Ik denk dat dit een klaveren safe is. Och, gaan we weer. Ja, hey, ik doe ook maar een gokje, oké? Oké, wat moet ik nu doen in die Geosinch Town? Mijn nektrick, wat ga ik tegen mijn nektrick gebruiken? Oh, wacht. Deze bitch kan ik nog. Oh, ik kan er niet uit in ieder geval. Ik zit opgesloten door van die Team Flare Grunts, volgens mij. Dat zijn jouw favoriete Grunts, toch? Nee, Galactic. Team Flare is zo kut dat ze niet eens in Pixelmon zitten. Echt niet? Nee, volgens mij niet. Jawel. Oké, maar wat moet ik nu doen? Ik snap er niks van. Je moet in Geosand staan en dan linksboven naar die grot gaan. Ja, grot. Ah. Ja, ik was even vergeten dat jij de game nooit hebt gespeeld. Ja. Waarom denk je dat ik zoveel moeite had met die Flare Hideout? Mhm. Oh, dit was niet zo handig. Nou, gelukkig kan ik switchen. Doe is identifyen. Earthquake hier op die man. Wat wou je zeggen, Sander? Man. Nee, leugens. Die motherfucker wou je zeggen. Nou, dat jij zo de woorden in mijn mond durft te leggen. Hè? Echt ziek. Ziek. En niet in de positieve manier. Ook. Wacht even hoor, ik moet even opletten. Want ik heb zo'n scrafty en die hier is lastig. Net zo lastig als jij? Had hij weer zo doen hoor. Even kijken. Sky uppercutje, dat doet het vast wel nog iets. Zo'n lucht omhoog stoot. Ja. Oh jee. Wat viel mij. Ja, of een lucht omhoog snij. Dat mag ook. En een Golbat, maar die kan ik wel killen, hè. Met zo'n Squirtle. En die doet dan zo'n extra sensory en dan... Boeia. Bam. Als ik veel naar links kijk, sorry alvast, maar mijn katten die zitten een beetje met elkaar te klieren en ik zit een beetje op te letten of het ook nog goed gaat. Ja, dat je zeg maar voordat niet... Voordat elkaar afmaken. Toch gezellig. Nou, liever niet zeg maar. Nou, nou vooruit. Dus ja. Goed, Flare Grunt 3 van de 4. Ik 1 van de... Ja, ik weet niet hoeveel er komen, maar... Machtige hyena. Hier schijnbaar dus. Oh, het is zo'n Serena. Selena? Serena? Oh. You turn him the moeder. In zo'n gevechtje. Oh, is hij weer niet in één keer dood? Godver... Mag doet ik hem, niks. Mag ik hem Milan... Ja, hij doet niks. Oh. Mag ik hem Milan Salt in de chat? Ja, van mij wel. Nou. Is wel goed gegaan. Alleen om een of andere reden was de kat wel ineens bang. Om niks. Deed je niet eng?
Nee, hij werd ineens bang van de andere kat die niks deed. Apart, maar goed. Maar... Nou, he is gone. Lusu. Gonzo. Lusu in the sky? Ja, sowieso. Nou, dat denk ik niet trouwens. Diamond. Oh, het is zo'n Lysander. Die ken ik. Die heb ik wel eens eerder gezien op het internet, volgens mij. Ja. Heb je die wel eens gezien op het internet? Ja, volgens mij wel. Surf hem de moeder. Oh, dat is fijn. Nee, dat was op zo'n 3DS game. Pokémon... Hey. Mega... Oh, ai, ook goed. Hoe zouden de remakes van deze games heten? Mega X en Mega I? Of, oh nee, Capital X, Capital I. Capital X. Oh nee, maar dat kan sowieso niet, want je hebt altijd twee verschillende woorden. Dus Mega X en Capital I, bijvoorbeeld. Ja, maar Ultra Sun en Ultra Moon was ook hetzelfde. Ah ja. Ja, klopt, je hebt gelijk. En Black en White 2. Black 2 en White 2 bedoel ik. Precies. Oh, precies. Niet zo mien, ciao. Of capital X en lowercase I. Dat kan ook. Dat denk ik niet. Niet? Ah. Dat denk ik niet. Nee, ik denk niet. Die voel ik niet zo. Oh jee, een acrobat. Wow, ik ging weer bijna dood hoor. Door zo'n vuile, vieze golbed, weet je wel? Zo'n bitch, dit. Ik ga dood door zo'n vuile, vieze mien, ciao, vuil. Eén van de twee. Ciao, denk ik, dit keer. Zo'n paarse. Ja. Goed, de flare grunts zijn gold. Eerst zijn, en zou ik als ik eerst ben hem kunnen killen met één sky uppercutje? Nou, het is een fight Pokémon, dus ik weet niet of dat gebeurt. Het is neutral, dus dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren. Gaat er nou nog iemand tegen me praten? Oh, ik wou al zeggen, ik krijg een kut scene. Die is best wel kut, die scene. Nee, oké, dus best wel een vette kut scene, want daar komt mijn grote vriend Xerneas. Ik ga dit doen. Please don't kill me. Oké, acrobatics. Oké, dat mag. Vooral als je dat tegen Sean doet. Dat vindt Sean niet zo erg. Discharge, let's go. Swords dance. Oh nee. Please kill Sean. Alsjeblieft. Zijn speed gaat dan ook nog omhoog, hè? Yep. Shit, dan kan die best nu eerst zijn. Dit vind ik niet zo ruiter 5 van je. Oké, dat is gewoon echt goed. High jump kick. Oké, daar kan ik overleven, denk ik. Nee! Vuile, vieze... God voor de tyfus. Wie is er dood? Waarschijnlijk nu mijn hele team. Oef. Want Sean had de hoogste speed. Hoe heet het? Oh nee, die heeft helemaal niet de hoogste speed. Oké, maar alsnog, iedereen is er wel weak tegen, dus... Ah, fuck man. Dat is wel kut, ja. En ook nog eens mijn Sean verloren. Ik lach maar van binnen huilig. Oef. Mag ik een allebei onze salt in de chat? Ja. Heel veel zat ook. Fucking fighting types ook altijd. Goh. Oh nee, hij jump kick. Ah. Tyrantrum is ook dood. Lekker boys, we gaan verliezen. Joehoe. Oef, Sander, oef. Dat is niet zo mooi. Nee! Had ik het allemaal kunnen voorkomen met... Godverdomme, ik word ninja's wel eerst. Oké, ik...
Twee Pokémon dood. Dat is gewoon zwaar kut. Gyarados. Moet ik nou weer tegen Lysander? Ja, Gyarados. Wow. Oh, dit wordt ook kut nu. Ik heb natuurlijk geen Electric type meer. Wat als ik dood ga? Ja, dan moet ik gewoon Pokémon vanuit de box pakken natuurlijk. Yup. Ja, ik heb alleen maar trash Pokémon. Want ik heb geen goede Pokémon meer in de box. Ik ben helemaal klaar met deze game. God, de tyfus. Oké, okay, Heavy Slam. Ik hoop maar dat Gyarados niet zoveel weegt. Oké, okay, Bardo is wel bulky, dus dat scheelt. Holy damn, dat doet echt letterlijk niks. Wat kut dit. Body Slam. Hoe doet dat? Je kan het, Sander. We geloven in je. Doet nou niet eens 1/4. Oh, dit was dom. Oké, okay, dit was puur mijn eigen schuld. Wie is er nou dood? Maar ik zit ook dood. Dat wordt training! Ik dacht slim te zijn om in plaats van te healen, om rest te gebruiken. Maar ja, rest, dat scheelt weer een healing item. Maar ja, ik was natuurlijk niet eerst met Snorlax. Nope. Oh mijn god, dan ga ik echt helemaal verliezen. Kan die ook al mega evolven? Hij kan pas de battle waar die ik nu speel, kan hij mega evolven. Oké. Okay. En dat is dan zijn Gyarados. Outrage, nee. Oh, dat valt mee. Wordt hij nou steeds sterker, Outrage? Outrage wordt niet per se steeds sterker, nee. Nee. Smackdown, dat moet super effective zijn, want het is een rock-type move. Ja, het killt. Oké. Okay. Dankjewel. Nog iets positiefs aan deze battle. Fire-roar. Nou, die kan ik tenminste verslaan. Dit wordt echt kut. Want de volgende... Ja, de volgende keer dat we op gaan nemen, dan moet er heel veel getraind worden. Yep. Ik moet 3, misschien zelfs 4 Pokémon, dat ligt er even aan hoe het nu verder gaat. Mm-hmm. Moet ik trainen. Ja, dat worden wel veel Pokémon, oh, ja. Oh, Honchkrow, daar heb ik nu ook niks meer voor. Dat bedoel ik, misschien 4. Je hebt Smackdown, toch, zei je net? Oh ja, ja. Klopt, je gelijk. Ja, klopt. Oh, wat kut dit. Oké, okay, ik was eerst. Smackdown heeft... OW als hij mist. Oké, okay, nee. Anders dan had ik... Dan was ik... echt boos geweest. Mijn Squirtle verloren. Doordat Smackdown kan missen. Dan was ik echt woest geweest. Yep. Dan ben ik het stiekem wel eens nog wel. Maar... Ja, gast. Laat me gewoon eventjes 3 nieuwe Pokémon's pakken. Krijg ze tenminste al iets van XP. Ja, op zich ben ik wel voor om de Bug-type Shiny te pakken. Alleen, ja, die kan dus niet echt evolueren. Ja, dat is wel lastig. Dat is wel lastig. Ik zit ook even te denken hoe we dat kunnen doen. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ja, ik ook niet.
Connect to the internet. Nee, oh, dat werkt dus niet. Mm. Leuke optie. Bedankt voor de suggestie, game. Maar het werkt niet. Vind ik wel raar trouwens dat het niet werkt. Yeah. Oké, wie zijn dood? Heb ik nou net geheeld? Dat is dom, want dan weet ik... Ah, jawel. Oké, nee, ik heb het net geheeld. Oké, en Tyrantum gaat in verderf. En Sean gaat in verderf. En Snorlax gaat ook in verderf. Ik bedoel, Bardo. Gaat ook in verderf. Beetje jammer dit, Sander. Beetje jammer. Ik neem Scorupie mee. Neem Imoga mee. Gaan we zo de aflevering beëindigen. Dan kan jij het... En ik neem Shine Sprites mee. Wel, ik... Misschien beter... Ja, ik doe het zo. Oké. Okay. Oh, nu wordt er nog tegen me gehouden woord. Gaan we de aflevering hier zo nu beëindigen? Ja, als, ik, als het oude hoeren klaar is. Dan lijkt me nou, dat dan een goed idee. Zoek ik wel eventjes op of hoe je dat enabled, zeg maar. Dat je dat is goed. Ik, ik ga ook heel eventjes in deze aflevering nog het juiste team in mijn box doen, dat ik... Dat ik in ieder geval niet in de knoei kom met het maken van de. Of het editen van de aflevering. Ja. Nou, één voordeel. Je hebt wel zat Pokémon weer om uit te kiezen. Voor de thumbnail. Huh? Ja, dat is zeer zeker waar. Nog altijd het positieve bekijken, hè? Precies. Okay. Ik denk dat dit. Nee, ik weet niet. Die weet ik niet. Die kon ik lastig voelen. Ik voel dat dit een... Wat? Oh, gaan we. Het voor is... de 8 is. Het is tijd om de aflevering te beëindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze heftige aflevering. We zijn allebei Pokémon verloren. En dat is verdrietig. Bedankt voor het kijken. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.